We gaan naar Daphne toe, maar voordat we naar Daphne toe gaan, heb ik nog even iets kleins. Hoe zijn jouw tanden? Dat kan wel wat witter, hè? Okay. Dat kan wel wat witter, ja. Hè? Maar ik heb de ultra wit. Ultra wit. Want wat is een beter product om te promoten naar een jonge doelgroep dan dat je uiterlijk niet goed is? Precies. En omdat je een influencer bent, gaat die jonge doelgroep ook echt hun geld besteden aan dat soort troep. En dat ziet er dan zo uit. Hier word ik verdrietig van, oké? Okay? Hier word ik verdrietig van. Nu is dit een gigantische YouTube-cliché, maar ik wilde deze video eigenlijk niet maken. Ik bedoel, het is natuurlijk allang al geen nieuws meer dat Snapking dingen promoot die... Kijk, ik zou het niet promoten. Ik zou het niet over mijn hart krijgen. Mensen grappen best vaak dat ik niet zoveel sponsorships heb. En dat klopt. Dat is één, omdat bedrijven niet met me willen samenwerken, omdat ik mild controversieel ben. Twee, omdat ik helemaal niet zo heel bekend ben. En ten derde, ik krijg best wel veel mailtjes van dat soort bedrijven. Maar dan zeg ik... Nee, dat ga ik niet promoten. Om eventjes je geheugen op te frissen, eerder promoten Snapking Mystery Boxes, waar dan misschien zeer waarschijnlijk een iPhone in zit, maar dan niet. Wat zit er nog meer in? Je hebt Samsung of niet? Ja. AirPods? Die kunnen niet op je telefoon. Nee. Hij promoten social media accounts die je zogenaamd laten zien hoe je kan winnen met gokken. Dus wil jij nog geld gaan maken, wil jij gewoon nog even een goede doekoetje slaan, tek zijn Snapje het verhaal en jij krijgt de beste tips. En letterlijk vandaag nog promoot die fake AirPods die bijna net zo goed zijn als de echte AirPods. Maar deze kwaliteit is echt, ja, het is gewoon net zoals de echte AirPods, man. En je betaalt veel minder, man. Dit is geen 180 euro, man. Die kosten 60 euro in de aanbieding met je D-Tim-code. Terwijl op AliExpress kosten ze 4 euro. Nou snap ik, dat is hoe heel veel bedrijven werken. De parfumindustrie. Een flesje parfum kost een paar eurocent. En ze vragen er soms honderden euro's voor. Dat is marketing. Maar ik vind toch dat je als influencer wel een klein beetje verantwoordelijk bent voor je kijkers. Die kopen iets voor 60 euro. Die willen iets wat een beetje die waarde heeft. Nu vallen we een klein beetje terug in dropshipping. Een tijdje terug zag ik de heilige graal van dropshipping. Dat was een ijskrabber, die was rond. Dus die kan dan makkelijk alle kanten opkrabben in plaats van een soort vierkante ijskrabber waar je dus in lijntjes zo moet gaan. Die ijskrabber kostte 20 euro. Ik vond hem op AliExpress voor 2 eurocent. Besef, iemand heeft een webshop waar die dingen van 2 eurocent verkoopt voor 20 euro. Daar is niks mis mee. Dat is fucking geniaal. Maar op het moment dat je dat ding koopt, dan krijg je wat je wilde krijgen. Jij wilde een ijskrabber die rondjes kan en daar had jij 20 euro voor over. Ja, dat die dan ergens anders 2 eurocent was, had je beter moeten zoeken, maar je kreeg wat je wilde. Maar naar mijn mening gaat dat minder goed op met fake AirPods. Ja, je koopt fake AirPods, maar je hebt geen idee hoe goed ze nou zijn. Behalve dat een influencer zegt, ja, ze zijn heel goed. Maar terwijl hij dat zegt, haalt hij ze letterlijk nieuw uit het doosje. Dus waar baseer je dat op? Meisjes, ik heb net een pakketje binnengekregen en je ziet het al. Het zijn een soort van AirPods, alleen ja, dan ja, anders. Sound gold. En je kan zeggen wat je wilt, maar deze kwaliteit is echt, ja, het is gewoon net zoals de echte AirPods, man. Ik ben misschien een klein beetje afgedwaald. Mijn punt was als volgt. We weten al lang al dat Snapking nogal, ja, hè, ik zou het zelf niet promoten, dingen promoot. Dat is logisch, want dat zijn de enige bedrijven die nog met hem samenwerken. Bedrijven die hele goedkope dingen voor heel veel geld verkopen, daar zit superveel winst op. Dus heb je in principe een heel groot marketingbudget en boeit het je niet zo heel veel wie het nou precies koopt. Dit zijn geen bedrijven die heel veel waarde hechten aan een goede naam. Laten we het daarop houden. Dan werk je samen met Snapking. Maar nu heeft die Tim dus een nieuwe samenwerking. Ultra wit. Zoals ik al zei, ik was eigenlijk niet van plan om deze video te maken. Ik wil het eigenlijk niet doen. Ik zag die ultra wit sponsor een maand geleden. Ik dacht, ja, weer een kutbedrijf. Moet ik nou weer een video gaan maken? Ik heb geen zin om die gast de hele tijd online te gaan pesten. Aan de andere kant is het wel een gozer die telkens beweert het goede pad op te gaan. Maar ondertussen, ja, niet. Ik had toen al een beetje uitgezocht. Hoe zit dat met dat ultra wit? Werkt het nou echt? Komen we zo meteen bij. Het ding is, ik zou dus geen video maken, maar die gozer
blijft het maar promoten. De hele fucking tijd. Hij houdt er maar niet over op. Het is niet één keer ultrawit. Ultrawit is fucking leven opeens. Ik zie, jij hebt ze al gebruikt, of niet? Ja. Ja, dat zie ik. Ze zijn mooi wit hoor, schat. Dus, wat is ultrawit? Dat is een natuurlijke manier om je tanden te bleken. Je tanden bleken zonder waterstofperoxide. Dit hele onderwerp is voor mij één grote thuiswedstrijd. Vooral aangezien het goedje dat ultrawit gebruikt, geactiveerde kool, dat speelde een gigantisch grote rol in zowel mijn bacheloronderzoek als mijn literatuurproject. Ik zou zeggen, you know, I'm something of a scientist myself. Ultrawit is eigenlijk een bitje met daarin actieve kool en dat zou dan je tanden witter moeten maken. Of zoals Tim zelf zegt, er zijn bewezen dat het gewoon goed is voor je tanden. Geen illegale shit of troep of zo, weet je. Het is gewoon goed voor je. Zijn van die strips, doe je op je tanden. Ongeveer 15 à 20 minuten wachten. En dan, als je hem één keer, twee keer in de week gebruikt, dan heb jij na een maand heb jij mooie witte tanden. Dan kan je ook nog eventjes andere jongens fixen, hoor, dan alleen je ex-vriendje, hoor. Hier wordt het echt interessant. Zo bewezen is het namelijk niet. Tim heeft zelf een paar foto's geplaatst waar vrienden van hem hun tanden hebben gebleekt. Met deze strips heeft hij een hele mooie voor- en na-foto. Als je kijkt naar die foto's, denk je, wauw, wat een resultaat met één strip. Eén strip, dat moet ik ook doen. Totdat je je beseft dat de foto's beide keren heel toevallig gemaakt zijn in compleet ander licht. Dat verandert zo erg de kleur van je tanden. Het grootste verschil tussen de voor- en na-foto is niet de kleur van de tanden, maar dat die op de na-foto buiten staat. Natuurlicht. Maar je kan ook nog wat voorbeelden vinden op de website. Die zijn vast stukken beter. Eventjes voor de duidelijkheid, dit is mijn mening en dan kunnen ze me namelijk niet aanklagen. Als ik kijk naar deze voor- en na-foto's, zie ik als het goed is de flits van de fucking camera op de rechterfoto op, toch? Leuk dat je tanden zeg maar witter zijn, maar je hele lippen glimmen ook opeens. Huh? Je kan niet een voor- en na-foto met elkaar vergelijken als op één van de twee een fucking flits zit. Dat is niet eerlijk. Dan hebben ze ook nog een paar van die influencers die ook even een fotootje posten met, hey, koop dit product, mijn tanden zijn veel witter geworden. Maar al deze mensen hebben al witte tanden. Dat schiet niet op. Er is ook geen voor- en na-foto. Ze hadden al witte tanden. Dit zijn smerige tanden. Ik heb dit product nodig. Maar het werkt waarschijnlijk niet. Ja, heel zwart is dit. Heel zwart. Ja, wat je natuurlijk hebt is dat het een zwarte tandpasta is en als je iets zwarts in je mond doet en je spoelt het vervolgens uit, heb je natuurlijk ook het optisch-psychologisch effect wat eventueel meebrengt dat na in één keer het gebruik mensen zelf het gevoel hebben dat het werkt. Er zijn bewezen dat het gewoon goed is voor je tanden, geen illegale shit of troep of zo, weet je. Het is gewoon goed voor je. Zijn van die strips, doe je op je tanden, ongeveer 15 à 20 minuten wachten en dan Het risico van een tandpasta met een te grof polijst effect is dat je de tandoppervlak beschadigt. En dat is iets wat je absoluut niet wil. Ik had nooit verwacht dat ik dit zou zeggen, maar dankjewel, Editie NL. Dit scheelt me een hoop uitlegwerk. In principe is dat het geval. Nu vind ik het wel eventjes zo netjes om te vermelden. Dit is niet alleen gepromoot door Snapking. Een jaar geleden zag ik fucking veel van die beauty tutjes allemaal van die koolstofgebaseerde tandwit troep promoten. Zelfs fucking Boef heeft een soortgelijk product gepromoot. Ze zeggen dat je eigenlijk na drie keer poetsen verschil ziet, maar ik zag het gelijk. Het ding is, je kan je tanden bleken. Bijvoorbeeld door ze heel goed te poetsen, door peroxide te gebruiken of door UV-licht te gebruiken. Maar actieve kool is gewoon kool. Het is eigenlijk een houtskool die je van de barbecue pakt, maar die verhit je dan tot zo'n 1000 graden, waardoor het een soort grote zeef wordt. Actieve kool zit vol met piepkleine gaatjes. Die gaatjes werken als een soort spons. Die trekken bepaalde spullen in zich.
Actieve kool wordt daarom ook gebruikt in de geneeskunde tegen vergiftigingen. Stel, jij hebt een drugsoverdosis, dan kun je wat van die actieve kool in je maag gooien. En die zuigt dan de gifstoffen op, waardoor ze niet meer in je maag komen. Nu zijn er ook een hoop van die beautytutjes die denken dat, oeh, actieve kool is hip, dus het is gezond. En die drinken actieve kool smoothies. En dat moet je niet doen, want het zuigt juist ook vitamines op. Actieve kool is bedoeld voor als er op dat moment een bepaalde bekende gifstof in je lichaam zit die opgezogen kan worden door actieve kool. Dat geldt niet voor alle moleculen. Vooral stoffen die slecht oplossen plakken goed tegen die kool. Het werkt tegen vergiftigingen, maar je moet het niet iedere dag eten. Het is niet gezond voor je. Behalve als je op het punt staat te sterven van een gif. Dan is het gezond voor je. Dus eigenlijk is de grote vraag, kan geactiveerde kool de stoffen die je tanden geel maken opzuigen? Want dan zou het moeten werken. In de alternatieve tandheelkunde wordt geactiveerde kool heel veel gebruikt, maar dan voornamelijk als tandpasta of gewoon direct als poeder waar je tandenborstel zo nat een beetje in kan deppen. Het product dat Tim promoot is dus anders, want dat zijn strips. Het verschil is, bij poetsen schuur je dit spul langs je tanden. Er is veel meer wrijving, veel meer beweging. En in het geval van het product dat Tim promoot zit het stil. Het doet niks. Ik heb een aantal onderzoeken gevonden over geactiveerde kool in tandpasta. Dat lijkt niet echt te werken. En als het werkt, is het voornamelijk omdat het is een beetje zander. Het zijn hele kleine korreltjes. Wat gebeurt is eigenlijk, je gaat met een soort schuurpapier over je tanden heen, waardoor je dus langzamerhand je glazuur beschadigt. Wat er misschien voor zorgt dat je tanden tijdelijk iets witter zijn. Maar het is niet de bedoeling, kan ik je vertellen. Het is niet goed voor je tanden. Dus, dan moet ik wel zo eerlijk zijn, strips zijn waarschijnlijk minder gevaarlijk, omdat je dat schurende niet meer hebt. Maar, dat is ook het grootste probleem, want daardoor werkt het nog minder. Ik denk niet dat geactiveerde kool iets als tandplak op kan zuigen. Geactiveerde kool trekt voornamelijk dingen uit oplossing en tandplak is meer al een soort vastige substantie. Een ander wetenschappelijk onderzoek zegt dat het inderdaad helpt. Mensen krijgen wittere tanden, maar dan vooral omdat ze meer bezig zijn met hun orale hygiëne en daadwerkelijk meerdere keren per dag hun tanden poetsen. Als geactiveerde kool tandpasta ervoor zorgt dat je wel je tanden gaat poetsen in plaats van niet, dan krijg je er inderdaad wittere tanden van. Oh yeah. Dus, naar mijn mening, zou het niet moeten werken. Maar weet je wat? Weet je wat? Fuck it. Als deze video 2000 likes haalt, bestel ik een kitje op ultrawit.nl en laat jullie zien of het werkt. Met een eerlijke vergelijking, ik ga eerst een kuurtje doen en dan pas een week later of zo toon ik het resultaat, dat hele optisch-psychologische effect ook helemaal weg is. Als er genoeg interesse in is, ga ik het daadwerkelijk testen. Jammer genoeg is dat wel een redelijk duur grapje. De originele prijs was 35 euro. Wat krijg je dan? Een paar strips met geactiveerde kool. Eigenlijk zijn het precies weer die AirPods, maar dan nog erger. De hoeveelheid geactiveerde kool die op die strip zit, kost een paar eurocent. Die strips nog minder. Zo'n pakketje strips kost maximaal 1 euro. Maar heel kort samengevat, Snapking heeft een zeer jonge doelgroep en maakt ze een beetje onzeker over hoe hard ze witte tanden nodig hebben. Vervolgens prijst hij een product aan wat waarschijnlijk niet werkt om witte tanden te krijgen. En het is ook nog eens fucking duur. Ik vind dat persoonlijk niet heel netjes, maar misschien heb ik ongelijk. Misschien is 17,50 een heerlijke prijs voor de witste ultra witte tanden die je ooit gezien hebt. Nu kan ik nog uren doorlullen, maar ik denk dat kort maar krachtig misschien iets handiger is. En waarschijnlijk tot binnenkort bij dan de vervolgvideo waar ik dit product ga testen. Tot dan, doei! Wat? Het is zwart poeder? Oh my god. Ik durf niet te dicht op mijn neus, maar dan ben ik bang dat ik het dan opsnuif.